Ernstig ongeval op de A50 bij Herne. Een vrachtwagenchauffeur rijdt in op een file. En verder in het nieuws vandaag. Dancefestival Emporium wordt tweedaags evenement. En laatste Poolse veteraan viert 104e verjaardag. Vanochtend rond 7:45 vond er een ernstig incident plaats op de A50 richting Os, ter hoogte van Hernen. Een vrachtwagenchauffeur reed in op een file en botste tegen de vrachtwagen voor hem, met ernstige gevolgen. De krachtige botsing leidde tot het samendrukken van de bestuurderscabine van de vrachtwagen, waarbij de achterste chauffeur bekneld raakte. Onmiddellijk werd er een grote hulpoperatie op touw gezet. 2 traumahelikopters, 4 ambulances en de brandweer rukten uit om hulp te bieden. De brandweer knipte de deur van de cabine open om toegang te krijgen tot de bekneld geraakte bestuurder van de achterste vrachtwagen. Hij werd met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De voorste bestuurder lijkt er zonder ernstige verwondingen vanaf te zijn gekomen. Als gevolg van het ongeval werden de wegen afgesloten om hulpverlening en het opruimen van de weg mogelijk te maken. Nou, dit veroorzaakte een verkeersopstopping tussen Arnhem en Os, aangezien de automobilisten werden omgeleid. Helaas waren er bestuurders die de rode kruisen op de snelweg negeerden, waardoor de politie herhaaldelijk moest waarschuwen dit niet te doen. Rond 12:30 kon de A50 weer worden geopend voor het verkeer, nadat de hulpverlening was afgerond en de weg weer veilig was verklaard. Recreatiegebied De Berendonck gaat enorm veranderen en niet iedereen is daar blij mee. Er zijn stevige bouwplannen en er mogen straks maximaal 34 evenementen per jaar komen bij de zwemplas. Voor een aantal bewoners pal tegenover het gebied is de maat vol. Het wordt te veel, te druk, vinden zij. Ze zijn vorige week een petitie gestart die inmiddels al bijna 1000 keer is ondertekend. Een van de meest opvallende veranderingen binnen de evenementen is dat Dancefestival Emporium straks niet 1, maar 2 dagen gaat duren. Het aantal bezoekers wordt daarbij ook uitgebreid van 30 naar 35.000. Een koe waarvan een kalf doodgeboren wordt of een paard dat een been openhaalt aan het prikkeldraad en moet worden afgemaakt. Defensie was afgelopen 5 jaar bijna €350.000 kwijt aan schadevergoedingen door laagvliegoefeningen in Gelderland, ondanks een dalend aantal klachten. Dat blijkt uit informatie die Omroep Gelderland heeft opgevraagd bij de luchtmacht. In de regio Maas en Waal wordt de meeste schade geclaimd. Daar werd in 2022 bijna €130.000 uitgekeerd. Op de Veluwe gaat het om zo'n €5.000. De rode bladen van helikopters veroorzaken geluid waarvan dieren in de stress kunnen raken, uit paniek wegrennen en zichzelf dan verwonden. Het aantal nog levende militairen dat heeft meegevochten tijdens operatie Market Garden is op 1 hand te tellen. Van de duizenden Poolse parachutisten die in september 1944 in Driel zijn geland, is er nog maar 1 veteraan over. Bolek Ostrolski viert vandaag zijn 104e verjaardag. Voor Stichting Driel Polen aanleiding om hem in het zonnetje te zetten. De felicitaties aan de 104-jarige Bolek Ostrolski worden gedaan via een videoverbinding met Canada. Hey, nice to see you. Hello. My ears is in your direction. Ostrolski was 25 jaar toen hij tijdens operatie Market Garden in Driel landde. Voor de stichting Driel Polen is het bijzonder dat hij als hoogbejaarde veteraan nog over de oorlog kan vertellen. Het zal niet lang meer zijn dat wij nog contact kunnen hebben met veteranen. En ja, het is toch wel een heel bijzonder moment. En ja, dat wilden we graag gebruiken om hem te feliciteren. And we have some nice flowers for you. Okay. And slowly they will disappear to Canada. Flowers for you. Yeah. That's for you. I'm overwhelmed with everything. Het leven van de veteraan wordt vandaag dus gevierd, maar ook wanneer Ostrolski er niet meer is, blijven ze in Driel de Polen herdenken. Ja, kijk eens wat deze mensen aan opoffering gedaan hebben om het voor ons mogelijk te maken. En nu zie je ook weer dingen in Oekraïne gebeuren door de Russen, die toen de tijd ook gebeurden. Thanks. Oké, bye. Bye.
Ja, na een vrij rustige dag met zon en wolken zakken we de komende 24 uur even in een behoorlijke dip. In de loop van vanavond en vannacht trekken een regengebied over het land, waarbij ook aardig wat water kan vallen. Ook de wind trekt flink aan en morgenochtend kan deze zelfs windstoten tot 90 km per uur bevatten. Verder zal de woensdag een vrij natte dag worden, vooral in de ochtend. In de middag en avond neemt het aantal buien dan langzaam wat weer af. In de nacht naar donderdag wordt het weerbeeld weer wat rustiger. Vervolgens gaan we weer de goede kant op met een vrijwel droge en zonnige donderdag bij zo'n 23 graden. Die temperatuur loopt later snel op met de vrijdag al 29 graden in de regio en in het weekend 33 graden. Dus zet die barbecue maar alvast klaar. Ja, en tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan even een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Graag tot dan!